Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel Stoffels. Erwin Stroeken. Van het Echo. En we zijn vandaag bij BNI Barolo in Venlo. En wij gaan vandaag een hele bijzondere presentatie geven. Wij gaan onze praktijkervaringen hier presenteren. En dat is het maken van een afspraak. Hoe doe je dat? Oftewel, cold calling. Echt de hobby van elke ondernemer, cold calling. Maar score-date. Score-date. Als je het zo doet zoals wij het aangeven, dan is het ook nog eens heel erg leuk ook nog eens. Dan ga je sowieso successen behalen. En het verkopen doe je aan tafel. Enjoy. Ciao. Marcel, natuurlijk bedankt voor de uitnodiging, maar het balletje zou rollen toen ik hier Marcel verving in de zomervakantie eind augustus. Komt u net terug die week van de Score Date Training in Tilburg, tweedaags. En daar was ik helemaal lyrisch over. Ik dacht, wil ik met jullie delen. Dus ik heb dat in mijn pitch heb ik dat verwerkt. En Frans dacht, hey, dat klinkt super interessant. Kom eens een keer terug om een 10 minuten presentatie te geven aan ons, waar je ervaringen nader toe ligt. Dus bij deze zijn we hier eind oktober aanwezig met z'n tweeën. Marcel heeft inmiddels ook de training gehad. En wij hopen jullie in 10 minuten tijd van alles te kunnen vertellen. Dus dat is inderdaad wat Marcel ook zei. Je mind even open, het bij ons 2 dagen duurt. Maar we hebben jullie erg hoog gezet tot het in 10 minuten kan. Dus ik ga aftrappen met de eerste dia, want we zitten nu natuurlijk aan de tijd vast. Ja, het doel van het bellen, van het cold calling, is niets meer en niets minder dan het maken van een afspraak. Het vertellen van je verhaal doe je aan tafel, niet aan de telefoon. Dus het maken van een afspraak, dat is het doel. Ja, maar hoe doe je dat dan? Nou, je maakt van jouw gesprekspartner, en dat kan iedereen zijn. Dat kan de secretaresse zijn, dat kan een collega aan de telefoon zijn, maar het kan ook zomaar de vrouw van de eigenaar zijn die een telefoon krijgt. Vaak weet je het niet. Maar je maakt van je gesprekspartner een bondgenoot. Degene die aan de telefoon krijgt, is niet een doorverbinder. Het is geen gatekeeper. Ze zitten vaak geen receptionist aan de telefoon. Maar ja, wat Marcel zegt, misschien krijg je wel de vrouw van de eigenaar of de eigenaar zelf aan de telefoon. Dan schop je hem gruwelijk tegen de schenen wanneer je gaat vragen van wie gaat er over dit, wie gaat er over dat. Diegene die wil zich ook belangrijk voelen. Dus zorg dat je diegene in de watten legt, interesse toont en bouw die band op. Bouw een relatie op, stel vragen. Vaak krijg je hele interessante informatie van degene die aan de telefoon zit. Secretaresse wordt vaak gezien als een doorgeefluik. Wat als je nou eens vraagt, maar vertel me eens eventjes, hoe ben jij eigenlijk bij het bedrijf terechtgekomen? Wat bindt jou? Waarom spring jij dat elke ochtend uit je bedje? Wat bindt jou aan het bedrijf? Wat is nou zo leuk aan jullie bedrijf? Hoeveel mensen werken? Enzovoort, enzovoort. Dan krijg je heel veel informatie. En als het goed is, zodra je een klik hebt met diegene, op een gegeven moment kan diegene jou niet meer verder helpen. Kom je op een punt. Je stelt vragen waar ze misschien geen antwoord op hebben, of wel. Nou, ik verbind je door naar degene die jou verder kan helpen, waar je een afspraak mee moet maken. Krijg diegene niet te pakken, uiteindelijk kom je bij diegene terecht, want je hebt de klik met diegene. En hij of zij zal ervoor zorgen dat je gewoon daar echt wel een niveau contact mee krijgt. Kom in de volgende fase, met de laatste die je aan een tafel wilt hebben, maar waar je het verhaal nog niet gaat vertellen. Ja, en dan? Goedendag, meneer. Ik ben van Adecco en ik zou graag een afspraak willen maken. Kunt u dinsdag of woensdag om 10 uur met mij een afspraak maken? Dinsdag of woensdag, zegt u? Ja, even kijken. Ja, woensdag 10 uur, dan ik wel. Nou, hartstikke goed. Dan ziet u mij dan. Ik stuur de afspraakbevestiging op de mail. En dan zien we elkaar volgende week. Vriendelijk bedankt. Oké, dankjewel. Tot dan. Yeah, alright. Dit is wishful thinking, mensen. Niet helemaal waar, overigens. Want het werkt wel. Het werkt wel. Als je op deze manier belt, krijg je heel vaak een afspraak. Maar ook net zo vaak gaat toch de hakken in de zand en wordt de vraag gesteld. Ja, maar wat kom je dan eigenlijk doen? Wat wil je dan eigenlijk van me? Ja, je zorgt voor een goede aanvalszin. Je weet wat je verkoopt, wat je dienst is, wat je product is. Zorg maar een goed verhaal. Wat kom je brengen? Precies, wat kom je toevoegen? Wat heeft hij of zij aan jouw bezoek? En vooral ook, noem iets, een referentie. Wat heeft een eerder bedrijf aan jouw bezoek gehad?
En vervolgens ga je terug in de actie, want je hebt diegene inmiddels overtuigd. Je stelt opnieuw de vraag, wanneer kunnen wij zitten? Gaat dat dinsdag of woensdag om 10 uur? En natuurlijk, niet iedereen zegt, ja, laat het dinsdag doen. Soms hebben we ook een goede reden om de afspraak niet te maken. Maar je weet dat je verhaal goed is, dat je over een week of 6, zijn je telefoontje weer vergeten, start je weer bij de receptioniste en begin je opnieuw. En het leuke is dan dat je de receptioniste bij naam weet. Dat heb je namelijk opgeschreven. Je hebt meteen een band met diegene en de ingang is veel makkelijker gemaakt. Nou, onze referentie, we hebben de training gehad. 60 telefoontjes, 16 afspraken. Want mensen weten niet wat je komt doen, maar de band bouw je aan tafel en niet aan de telefoon. Dus vertel vooral niet te veel. En dat...